Hoe kan je met een rondere, warmere kleur gaan zingen? Wel, dat gaan we vandaag samen bekijken. Zangles met Maggie.be. Hallo, mijn naam is Maggie van zanglesmetmaggie.be en ik ben hier om jou nog beter te leren zingen. Ik wil met jou je grenzen verleggen, al je zangdoelen bereiken en vooral je zelfvertrouwen een boost geven. Als je graag het beste uit jezelf blijft bovenhalen, abonneer je dan vliegensvlug op dit kanaal. Zo blijf je elke week op de hoogte van nieuwe tips en tricks in verband met zingen. Alright, voordat we erin vliegen, is het van essentieel belang om je stem op te warmen. Ik heb voor jou een ultieme opwarming samengesteld. Dat is een PDF en MP3 die je stap voor stap begeleidt om je stem op een gezonde manier op te warmen. Dus, pauzeer deze video. In de link hieronder, in de beschrijving hieronder kan je de link terugvinden. Klik daarop, ga de opwarming downloaden, warm je stem op en kom dan terug, want we gaan stevig zingen in de video van vandaag. Alright, de vraag was, hoe kan ik ronder, warmer gaan zingen met een warmere kleur? Het antwoord is bite. Nu. We hebben verschillende stemkleuren en verschillende zangtechnieken. Dus als je zangtechniek hier hebt, kan je dat in twee categorieën onderverdelen. Kleuren, waar we het vandaag over gaan hebben, en effecten. Denk aan vibrato, growl, al die stemeffecten. Die laten we even voor wat dat het is. Wij kijken naar de kleuren vandaag. En we hebben samen al bijvoorbeeld naar twang gekeken. Daar heb ik al een video over gedaan. Ik link er trouwens in de beschrijving hieronder. Maar twang was een hele scherpe klankkleur. Dan had je ook cry, dat hebben wij ook al samen bekeken. Dat was een donkere klankkleur, maar heel, zou ik het durven zeggen, heel klassiek getint. Dat was eerder zo, dat is cry. En vandaag kijken we naar een derde klankkleur en dat is bite. Bite gaat veel lichter zijn dan de cry. Dus we gaan eens kijken wat die verschillende stemkleuren, hoe dat die fysisch hierin gaan zitten. Beeld je in dat hier mijn tanden zijn. Achter je tanden heb je een hard stukje. Je kan dat voelen met je tong. Dat is je hartgehemelte. Je hartgehemelte gaat nergens naartoe. Die blijft waar dat die staat. Nu, daarachter heb je een zacht stukje. Je kan dat ook gaan voelen met je tong. En dat zacht stukje, dat is je zachtgehemelte. Wanneer je geeft, ga je voelen dat hij helemaal naar boven gaat. Doordat dat naar boven gaat, gaat onze resonantieruimte veel groter worden, waardoor onze klank veel warmer en veel donkerder gaat klinken. Nu, wat is het verschil tussen twang, cry en bite, al die verschillende stemkleuren? Laten we daar eens naar kijken. Dus mijn tanden zijn hier, hard gehemelte, zacht gehemelte. Cry, dan ging mijn zacht gehemelte helemaal naar boven, maar mijn wanden bleven heel smalletjes. En dat zorgt dus voor die klassiekere klank. Oh, dat willen we in de hedendaagse popmuziek niet echt, of toch niet zo overdreven. Het verschil met bite is dat mijn zachtgehemelte nog altijd naar omhoog gaat, maar mijn wanden worden heel breed, waardoor dat ik veel meer ruimte heb dan met de cry. En dat zorgt voor deze klankkleur, een veel rondere klankkleur, zal ik zeggen. Nu, twang is het tegenovergestelde van bite. Twang, dat is dat zachtgehemelte rap, helemaal naar beneden. Waardoor dat we meer die heksenklankkleur gaan krijgen. Dus dat is wat er fysisch in ons lichaam gebeurt. Nu, hoe gaan we dat in de praktijk brengen? Wel, ik zou aanraden om met een kurk te zingen. Een kurk, dat is geweldig om die bite
aan te leren. En ook gewoon om te leren hoe dat je mond moet open doen. De kurk heeft tal van voordelen. Dat gaat ervoor zorgen dat we minder nasaal gaan zingen. Dat gaat er ook voor zorgen dat we ontspannender kunnen gaan zingen. En dat we die ronde klankkleur kunnen behouden. Dus als je een kurk erbij kunt nemen, zou dat geweldig zijn. Liefst een wijnkurk, geen champagnekurk. Een champagnekurk is wat dikker. Tenzij je een heel grote mond hebt, dan zou dat wel kunnen, vermoed ik. Oké, we gaan beginnen met een eerste oefening. En die oefening die gaat als volgt. We gaan heel simpel op een A dit gaan doen. A. Dus de bedoeling, we gaan eerst op de kurk zingen. Dan gaat onze mond automatisch bijna die bite-positie aannemen. Je kan ook denken dat je een dikke appel bijt. Dan gaat ook alles open gaan. Dus op een kurk of in een dikke appel bijten, als je daaraan denkt, kan dat al helpen. Dus de eerste keer doen we het op de kurk, de tweede keer van de kurk. En wat gaat dat doen? We gaan proberen om diezelfde positie te blijven behouden. Nu, in het begin gaat dat heel makkelijk zijn, maar straks wordt het al wat moeilijker. Dus ik ga dat nog eens doen, hè. We doen eerst op de kurk, dan van de kurk en we willen onze mondpositie hetzelfde houden. We doen... Probeer maar mee. Ja, halftoontje hoger. Goed bezig. Alright. Dat is hem. Oké. Ja, mooi. En... Alright, volhouden de laatste. Ja, oké. Dus hopelijk heb je gevoeld hoe dat die kurk die positie... of hoe dat je mond je positie aanhoudt met of van de kurk. Nu wordt het al moeilijker als we verschillende klinkers gaan gebruiken. Dus we gaan diezelfde oefening doen, maar op een A... Nee, de A hebben we al gedaan... E, I, O, U. Dus E, I, O, U. We doen... En dan op de I, op de O en op de U. En ik raad je aan om iets te voelen. Gewoon eens te voelen wat die mondpositie doet. Oké, hier gaan we. En... om die verschillende klinkers aan te houden in die bite-positie. Dat is net de oefening. Je zou ook moeten horen dat die klank veel warmer, veel ronder klinkt. En veel minder nasaal. Oké, dat gaan we in een liedje proberen zetten. Ik werk heel vaak met Bella Mama. Bella Mama bestaat uit 4 zinnetjes en gaat als volgt. We doen... Bella Mama, Bella Mama, yo. Liedje. Nu, als je even moet terugspoelen om dat te herbeluisteren, doe maar. Ik ga even verder, want we gaan de kurk erbij betrekken, zodat we echt in die bite-positie blijven. En dit kan je eigenlijk toepassen op eenderd welk lied. Hè? Dus stel dat je bezig bent met, weet ik veel, Listen van Beyoncé en je hebt ergens een moeilijke passage om warm te blijven in je klankkleur. Probeer dat te zingen op een kurk. Dat is exact wat we hier gaan doen. Oké, dus we gaan doen... Bella mama, bella mama, yo. En dan
dan van de kurk. Dus één zin op de kurk, één zin van de kurk. Zodat je goed voelt wat die plaatsing is. En eens dat je dat onder de knie hebt, kan je de kurk er steletjes aan weghalen. Oké, samen. We beginnen op de kurk. Hier gaan we. En... van de kurk. Belle mama, belle mama, yo. Ja, we houden die positie op de kurk. Belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, yo. Ja, zalig, zalig. Hopelijk heb je gevoeld hoe die kurk u in een bepaalde positie zet, of uw mond op een bepaalde positie, en door hem weg te halen, dat je die kan doortrekken. Dat is eigenlijk mijn doel vandaag. En ik weet dat het heel zangtechnisch is, dus hopelijk snap je het allemaal. Geef mij een dikke vette yes in de comments als je het snapt. En ik zou je zeker aanraden om dat toe te passen op andere liedjes. Je moet ermee experimenteren. Dus ik wens u daar heel veel succes mee. Ik hoop dat je het snapt. Zet een yes in de comment, want dan weet ik dat ik goed bezig ben. En voilà, dan zie ik jou volgende week terug, hè. Dag! Zang en leer.